Ik ga wel echt voor de wind. Dat is wel wat ik het liefst wil. Maar ben je dan tevreden als het niet lukt? Ja, als je alles goed hebt gedaan, dan ben ik meestal wel tevreden over mezelf. Dat dus, parcours, is dat iets voor jou? Dat draaien en keren? Ik heb het nog niet gezien. Ik ben er nog niet overheen gefietst. Maar wat ik in het rondeboek zie en wat ik ook zie als ik hier over straat loop. Het gaat alleen maar op en neer en links, rechts. En dat is perfect voor mij. Dus ja, vind ik wel mooi. Iedereen heeft het over een tweestrijd. Froome-Dumoulin. Voel jij je toch meer favoriet dan Froome? Nee. Ja, wat ik zei, ik denk dat we vanaf nul beginnen met z'n allen. En ja, we gaan het over 3 weken weten waar we staan. En ik ben niet zo heel erg bezig met dat duel. En dat is vooral voor jullie heel erg leuk. Maar nee, ik weet wat ik moet doen de komende weken. Ik moet gewoon scherp blijven en uit de problemen blijven. En dan gaan we wel zien hoe de vorm is. Ja. Dan is er dat hardnekkige gerucht uit Nederland dat de Giro plan B is en de Tour dit jaar voor en geniet wegens grondige verkenningen van de Tour dan de Giro. Nee hoor, nee. Giro is plan A en hopelijk voel ik me goed genoeg naar de Giro om ook naar de Tour te gaan. Maar dat staat nog zeker niet vast, maar ik zou wel graag naar de Tour willen, maar nu ben ik echt hier voor de Giro. Even succes. Tom, is het niet voor jou juist ontzettend spannend dat je zegt, ik ga vol voor de winst in die tijdrit, terwijl je het parcours nog niet met eigen ogen hebt gezien? Oh ja, maar van een rondeboek weet ik wel of het wel of niet tot de mogelijkheden hoort hoor. Dus nee, dat is niet gek. Wie verwacht jij de grote andere kanshebbers voor vrijdag? Ik denk favoriet nummer 1 is Rowan Dennis. Ik heb hem in de korte tijdritten de laatste jaren al niet meer kunnen verslaan. Dus het wordt lastig, dat weet ik ook wel. Maar ik denk dat hij favoriet nummer 1 is. En dan heb je Victor Kampenaars als Europees kampioen, Jos van Emden, ik. Ja, maar het is wel echt een parcours dat volgens mij heel goed ligt. Dus ik heb zeker kansen.